Hans Visser, de nieuwe assistent-trainer van NAC Breda. Allereerst van harte welkom. Dankjewel. Kun je jezelf eens voorstellen? Ik ben Hans Visser. Ik ben 53 jaar. En ik loop al vanaf mijn 19e jaar mee in het betaalde voetbal. Zowel in Nederland als in België diverse clubs gehad. Ik ben heel blij om nu hier aan de slag te gaan bij zo'n mooie club als NAC Breda. We hebben even teruggekeken uiteraard. Je bent al een lange tijd al als assistent-trainer bij diverse clubs. Ja. Maar nu voor het eerst eigenlijk onder Maurice Stijn. Kun je ons vertellen hoe het tot stand is gekomen? Nou, het is tot stand gekomen doordat ik zat eigenlijk nog bij Leuven. En daar is een nieuwe trainer gekomen en die heeft zijn hele eigen staf meegenomen. Dus sinds 3 weken was ik eigenlijk zonder club. En het verhaal wilde natuurlijk dat Maurice nu sinds kort ook bij NAC heeft getekend. En die zocht nog een assistent. Zijn vaste assistent die had getekend ondertussen al bij VVV, geloof ik. En hij was nog op zoek. We kennen elkaar natuurlijk wel vanuit de voetballerij, van het tegenkomen, tegen elkaar spelen. En ik ken zijn achtergrond van Maurice, hoe hij dat bij VVV heeft gedaan. En dat lijkt mij een hele goede trainer. Bij VVV is hij vanuit de eerste divisie naar de eredivisie gepromoveerd. En ook daar met die ploeg. Een stabiele middenmotor geworden. En eigenlijk hetzelfde project moeten we hier zien te bewerkstelligen. En heb je dan de afgelopen week veel contact gehad met elkaar? Dat valt wel mee, want hij zat nog op vakantie. Maar uiteraard hebben we wel een paar goede gesprekken gevoerd. Hoe hij over voetbal denkt en hoe ik over voetbal denk. En wat mijn belangrijke eigenschappen zijn van een trainer. En dat past er wel een beetje bij elkaar, denk ik. En je hebt al best wel wat hoofdtrainers gehad. Is het dan altijd weer even wennen met een nieuwe trainer? Ja, natuurlijk. Kijk, als assistent moet je altijd een beetje aanpassen aan de hoofdtrainer. Dat mogen duidelijk zijn. Maar ik heb ondertussen, dit is mijn 10e club denk ik. En ik heb ondertussen wel een stuk of 20 trainers meegemaakt. Maar dat gaat altijd wel vanzelf. Vooral als het oud voetbalspelers zijn. Die weten hoe het ruilt en zeilt in de voetballerij. En ik denk ook met Maurice dat het heel goed gaat klikken, ja. En is het natuurlijk ook van belang dat je dezelfde visie hebt op voetbal, denk ik. Ja, uiteraard. En daar hebben we uiteraard een gesprek over gehad, hoe we over denken. En dat moeten we nog even blijken natuurlijk allemaal, hè, hoe of wat. En hoe zie je dan jouw rol als assistent? Dus je hebt tegenwoordig diverse trainers, je hebt laptoptrainers, je hebt echte veldtrainers. En wat voor type? Ja, ik ben meer een veldtrainer, meer van de praktijk. En vooral op het veld staan en jongens beter maken en... Eigenlijk de hele week invullen met het doel van de tegenstander. Daaruit alle oefenvormen maken, de paasvormen, de positiespellen en uiteraard ook de tactische vormen. Dus,